Vanaf 5 uur 's ochtends verblijft kinderarts René Verlaken een speciaal voor hem ingerichte couveuse in het Nijmeegse Canisius Wilhelmina ziekenhuis. Verlaak viert met een ludieke actie het 10-jarig bestaan van de couveuse suite in het CWZ en wil tegelijkertijd ervaren hoe een baby zich in een couveuse voelt. Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk? Nee, het is niet makkelijk. Met name vanochtend veel last gehad van het licht, zeg maar. Ja. Dus vandaar dat ze ook zeg maar, toch een dekentje over de couveuse hebben gelegd. Ja. En dat scheelt echt een heel stuk. Ik hoop wel vandaag ook een beetje ervaring op te doen wat nou de volgende stap kan zijn. Weet je, en een van de dingen waarvoor we het doen is met name de stichting All for Small. En we hebben met name heel veel moeite om bij pasgeborenen, bij prematuren, om te kijken hoe het gaat met de bloedsomloop. En dat is echt lastig. Ja. Bij volwassenen zijn daar technieken voor die wij bij zeg maar, te vroeg geboren kinderen niet goed toegepast kunnen worden. Mm-hmm. Dus ja, je hebt toch geld nodig om onderzoek te genereren, om te kijken wat inderdaad een goede oplossing voor die kinderen is. Ja. 10 jaar geleden vertrok Verlaak met 6 collega's naar Amerika. Een aantal ziekenhuizen waren daar in het bezit van couveuse suites, waardoor prematuur geboren baby's altijd in het bijzijn van de ouders konden zijn. Het CWZ importeerde dit initiatief, waarmee het eerste Europese ziekenhuis was met een couveuse suite. En vrij snel kwam ik erachter dat echt de weg is die we moeten inslaan. Ik was in het begin echt sceptisch, omdat ik dacht van ja, weet je, zo'n afdeling is toch fijn als kinderarts en neonatoloog om overzicht te hebben, ook als verpleegkundige. Maar de rust die daar was zo indrukwekkend dat ik dacht, ja, zo moeten we het doen. Elke baby heeft zijn eigen individuele kamer, zeg maar. De ouders kunnen daarbij, maar je kunt het licht dempen. Je hoeft niet op een zaal te liggen waar het licht aangedaan wordt en je dat overkomt. En je kunt het geluid dempen, het licht dempen, je kunt de temperatuur regelen. Dus dat is denk ik al een enorm voordeel voor. Ja. Verlaak hoopt dat met een ludieke actie andere ziekenhuizen geïnspireerd raken om dezelfde challenge uit te voeren. In totaal heeft de kinderarts 10 uur in de couveuse gezeten. Ik hoop dat als mij dit nou lukt, dat ik als het enigszins mee zit. Hè, deze couveuse kunnen we helemaal afbreken en naar een ander ziekenhuis brengen. Ja. Dus wie weet gaan andere ziekenhuizen de uitdaging ook aan. Okay. Nou, of ga ik ze uitdagen? Ja.